Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Michael Jaagroep en namens de Betonvereniging heet ik u van harte welkom bij Studio Beton Digitaal. Vandaag een webinar in samenwerking met het Betonakkoord. Het onderwerp van vandaag betreft Betonakkoord in beweging. Een onderwerp dat besproken wordt onder leiding van Jacqueline Kramer, voorzitter van het uitvoering Betonakkoord. Ik wens jullie een hele fijne uitzending en discussieer vooral mee. Goedemorgen, welkom bij dit webinar Betonakkoord in beweging. Mijn naam is Jacqueline Kramer, ik ben de moderator van dit webinar en word vergezeld door twee gesprekspartners. Dat zijn Jack Ames van de gemeente Den Haag en Ties van der Wal van VBI. Ja, welkomstwoord is verzorgd, maar ik wil toch voorafgaand aan de bespreking van het Betonakkoord even kort iets aan u in uw huiskamer of op kantoor zeggen. Namelijk, dit is een uur lang over het Betonakkoord, maar wij zullen ons wel introduceren en vertellen wat we doen. Maar het is vooral de bedoeling dat u zelf ook vragen stelt die u heeft. Want daarvoor zijn dit soort webinars juist bedoeld. En die vragen die kunt u stellen in de vragenfunctie die u vindt onderaan ons beeld. En daar kunt u uw vraag intypen. Dan zitten er mensen achter mij en die kunnen dat allemaal verwerken tot vragen die ik dan weer hier op het scherm krijg. En daarmee kunnen we toch, ondanks dat u in uw eigen omgeving zit, een interactief gesprek hebben. Dat is het doel ook van deze bijeenkomst. En ook te zorgen dat we met deze bespreking een begin maken van het uitdragen van wat we met z'n allen al hebben voorbereid in het Betonakkoord. En wat we heel graag ook met een bredere groep willen delen. Ik zal eerst kort zelf in 10 minuten een aftrap geven en u heel snel door de hoofdlijnen van het Betonakkoord in uitvoering te leiden. Allereerst het Betonakkoord. Waarom hebben we een Betonakkoord? We zullen een aantal milieudoelen moeten halen. Maar tegelijkertijd ook de sector daarmee een enorme boost geven waar het gaat om innovatie. Het is allemaal mogelijk wat we hebben voorbereid. Maar het is natuurlijk erg belangrijk dat iedereen daarbij betrokken is. Ik wil het kort hebben over de doelen, de aanpak en de resultaten van hetgeen we tot nu toe hebben bereikt. De geschiedenis is dat we een Green Deal hebben gesloten een tijd geleden al. Verduurzaming betonketen. En daar is toen een vervolg opgekomen om te zorgen dat we nog concreter maken welke doelen we hebben en hoe we het met z'n allen gaan uitvoeren. En uiteindelijk hebben we een betonakkoord getekend met een aantal partijen op 10 juli 2018. En dat was de start van de uitvoering. De uitvoering die gebeurt eigenlijk met de hele betonketen, met de opdrachtgevers, met de recyclings- en sloopsector en ook met degene die als bouwers hiermee aan de slag kunnen en ook uiteindelijk moeten. En we hebben natuurlijk een hele groep supporters, vooral ook brancheorganisaties, maar ook derden die ons daarin al door ondersteunen. Het is zo dat we een ambitie hebben op verschillende inhoudelijke thema's. Die bespreek ik zo, maar dat zijn circulair ontwerpen, CO2-reductie, hergebruik van betonreststromen en de impact op natuurlijk kapitaal. En om te meten of we voortgang boeken en hoe we het ook moeten uitvragen, hebben we een instrument, het Milieukostenindicator-instrument, MKI. En het andere belangrijke doel van het Betonakkoord is ook te zorgen dat we daarmee, met al die resultaten, ook de kennis en innovatie met elkaar verder brengen op het gebied van de vernieuwing van het beton.
Het eerste onderwerp wat ik wil bespreken, heel kort, want ik ga daar straks nog met Ties van der Wal verder op in, is circulair ontwerpen. Dat is eigenlijk het belangrijkste als je zegt van ja, wat kan je nou al helemaal aan het begin van het hele productieproces anders doen? En we willen afspraken maken over hoe te ontwerpen en het ook te stimuleren in de praktijk. We gebruiken daarvoor een bouwwaardemodel, wat u hier ziet. Dit wordt uitgebreid nog toegelicht, maar de essentie is dat bouwwaardemodel alle stappen van de ladder van circulariteit behelst. Dat is de zogenaamde R-ladder. Beginnend met refuse, niet gebruiken. Reduce, verminderen. Reuse, dat wil zeggen hergebruiken van materialen. En ook onderdelen van beton. Betonplaten bijvoorbeeld. Maar ook allerlei andere mogelijkheden van je reuse. En dan gaan we naar recycling en dan gaan we naar de rest van de rest. En dat is heel weinig in de toekomst. Nou, het belangrijkste is dat met dit alles ook redesign een onderdeel is van dit bouwwaardemodel. Daar komen we straks op terug. De CO2-reductiedoelstellingen behelzen dat we op zijn minst 30% willen realiseren. Maar we streven naar ook 50% CO2-reductie in 2030. Dan het tweede thema inhoudelijk is hergebruik betonreststromen. We hebben gezegd, alle beton die nu wordt gesloopt zou in 2030 helemaal circulair weer teruggebracht moeten worden in de bouwketen. En het laatste onderwerp is impact op natuurlijk kapitaal. Alles wat we aan zand en grind winnen, dat zou na de winning achter moeten worden gelaten met een positieve waarde als het gaat om biodiversiteit, het natuurlijk kapitaal. Nou, ik zei al, als we dit met z'n allen willen bereiken, dan is innovatie, kennisdeling en dus ook onderwijs verschrikkelijk belangrijk. En daar hebben we ook twee uitvoeringsteams voor die dat heel goed voorbereiden. Zonder innovaties kunnen we de doelstellingen van het betonakkoord echt niet halen. En daarom hebben we gezegd, laten we nou eens eerst kijken wat we al aan innovaties hebben op de plank die in wezen zo al toegepast kunnen worden. Dat is de categorie die we meteen gaan gebruiken. Dan hebben we een categorie die eigenlijk al bijna ready is voor toepassing. We noemen dat technologie readiness level 8... En dat moet eigenlijk alleen nog een keer goed getest worden. En daar gaan we ook innovaties natuurlijk heel erg goed op richten. Omdat dat de volgende tranche van innovaties is die we breed kunnen inzetten. En TRL 6 en 7, dat is de categorie waar we zeggen, ja, dat moet toch echt nog beproefd worden. Moeten we nog de innovaties verder ontwikkelen. Maar kan binnen 3 tot 5 jaar ook worden gerealiseerd in de praktijk. En dat onderdeel gaan we ook samen met de opdracht zo goed en efficiënt mogelijk verdelen, zodat we niet allemaal dezelfde innovaties gaan beproeven, maar dat we dat goed met elkaar afstemmen. We hebben een organisatie opgezet die heel lean en mean is, zoals we dat dan noemen. Want we willen niet praten, maar doen. Dus we hebben 7 uitvoeringsteams op de thema's die ik zojuist heb besproken, die al het voorbereidende werk doen. Dat hebben zij deels al eind van dit jaar. En de rest komt volgend jaar, want in 2022, 1 januari, willen we alles af hebben, opdat we dan ook zorgen dat iedereen alles kan gebruiken en er geen vragen meer zijn over hoe moeten we dit doen. Naast deze 7 uitvoeringsteams hebben we ook een apart team van opdrachtgevers. Daar zal Jack Ames meer over zeggen. Zowel van publieke als private zijde om ook zich voor te bereiden op de uitvoering van het betonakkoord. En het geheel wordt gestuurd door een stuurgroep die de eindverantwoordelijkheid heeft. En we laten ons monitoren door een onafhankelijke commissie die ook zelf kijkt van lopen wij op schema en ons ook houdt bij de les.
Als we kijken naar wie er allemaal vanuit de opdrachtgevers betrokken is, dan is het heel mooi om te zien dat we een samenwerking hebben kunnen opbouwen met de publieke opdrachtgevers. En ja, die organiseerden zich altijd al op een vrijdagochtend. Dus heet dat het vrijdagoverleg. Daar zitten een aantal grote publieke opdrachtgevers bij die u op het scherm ook kunt zien. Een aantal gemeenten zijn aangehaakt en er komen steeds meer andere publieke opdrachtgevers bij, omdat we uiteindelijk heel binnenkort, in 2022 zeker, iedereen aangehaakt hebben. En bij toeval hebben we een opdrachtgeversoverleg bouwbedrijven en die komen op woensdag bij elkaar en daarom heet dat het woensdagoverleg. Het is grappig dat dit zo eigenlijk is ontstaan. Dus we hebben twee overleggen die ook onderling weer contact met elkaar hebben. En op deze manier proberen we met elkaar in de voorbereiding alles voor elkaar te krijgen. We wachten niet tot 1 januari 2022 om nu te gaan beginnen. Nee, wij gaan nu al ook met de uitrol beginnen. En dit webinar is daar een onderdeel van. Opdrachtgevers die spelen een belangrijke rol, komen we straks nog op terug. Want als we kijken naar hun rol, zij kunnen in de aanbestedingen een belangrijke rol spelen door het uit te vragen volgens het betonakkoord. Ze kunnen een bijdrage leveren ook aan de monitoring van de resultaten. En wat ik al zei, innovaties kunnen vanuit die opdrachtgevers heel goed gestimuleerd worden, ook via experimenteerruimte. Dan wilde ik nu overgaan naar het gesprek met de twee mensen aan de tafel die we speciaal hebben uitgenodigd, omdat zij, en dan kijk ik naar Thies van der Wal, heel goed kunnen vertellen wat er in de betonsector zelf gebeurt. En met name ook toelichting geven op dat bouwwaardemodel vanuit het idee, ja, dat is zo essentieel om de doelen te halen, dat we dat er ook uit hebben gelicht. En daar zal ik het straks ook over hebben. Om te zorgen dat u dat allemaal meekrijgt en ook weet wat het betekent. En dan kijk ik naar de andere gesprekspartner, dat is Jack Ames. En Jack is echt heel actief in de groep wat dan heet het vrijdagoverleg, maar u weet inmiddels dat zijn de opdrachtgevers van publieke zijde. En die hebben zich dus in een kopgroep geformeerd om te zorgen dat alles voorbereid wordt, zodat iedereen in de publieke, maar ook private sector de aanbesteding volgens het betonakkoord op zijn minst kan doen. En natuurlijk staat het iedereen vrij om meer te doen, maar we hebben een marsroute waar iedereen kan deelnemen op de eigen wijze. Dus ik ga eerst nu naar Jack Ames om hem in de eerste plaats welkom te heten. Goedemorgen. En vervolgens te vragen aan hem. Ja, als ik met mensen uit de betonsector praat, dan zeggen ze unaniem, als nou al die opdrachtgevers gewoon volgens een betonakkoord gaan uitvragen, ja, dan gaan wij gewoon volgen. Denk je dat dat ook zo gaat werken, Jack? Ik denk het wel. En wat daar belangrijk in is, is het vrijdagoverleg wat je al noemde. Dat is al ontstaan in de aanloop van het ondertekenen van het betonakkoord. En daar hebben we elkaar gevonden in dezelfde uitdaging die we hebben. En iedereen realiseert zich dat als we dat samen doen, dat we dan veel meer volume in de markt brengen. Waar we aan dat volume een andere vraag koppelen dan we normaal doen. En we proberen dat allemaal een beetje op dezelfde manier te doen. En op die manier denken we dat we samen beter die markt in beweging kunnen krijgen dan dat we dat individueel zouden kunnen. En op die manier hebben we ook uitgangspunten geformuleerd, waarbij we hebben afgesproken met in ieder geval alle opdrachtgevers die het akkoord ondertekend hebben, dat wij duurzaam uitvragen in onze aanbestedingen. Dat wij in de loop van de tijd strenger worden, dus een duurzamer willen uitvragen. Dat we bereid zijn daar meer voor te betalen als dat zo is. Het is niet altijd waar, maar als het wel zo is, dan zijn we daartoe bereid. Dat we dat uiteraard eenduidig doen met elkaar. Dat we ruimte bieden voor innovatie en experiment. En dat we dat laatste ook met elkaar afstemmen. Dat als ProRail al iets gaat experimenteren, dan hoeven wij dat niet meer te doen, al die anderen. En als we die resultaten met elkaar delen, dan komen we sneller vooruit. Ja, ja. En heb je inderdaad het gevoel dat jullie zo invloedrijk zijn dat als jullie dit doen wat je nu zegt, dat die hele trein dan gaat rijden?
Wat we een beetje, zeg maar, als je de volumes in de markt optelt van de partijen die nu op het scherm staan, dan stelt dat best wat voor. Maar het is nog niet genoeg, denk ik. Maar ik denk wel dat wij als koplopers het peloton kunnen inspireren om ons bij te halen. En daar zijn we ook mee bezig. Hè. De provincies die zijn ook aangehaakt. Amsterdam heeft nog niet het akkoord ondertekend, dus heel actief in het vrijdagoverleg. De G40, meer gemeentes gaan meedoen. Dus we proberen dat groter te maken. Maar het is ook zeker nodig dat private opdrachtgevers hier actiever aan mee gaan doen. Ja, en daar zijn jullie ook mee bezig. Maar als dat nou allemaal gebeurt, hè, dus iedereen van opdrachtgeverzijde gaat dit doen. Is dat dan een voorwaarde, de voorwaarde, kan ik beter zeggen, om de betonsector hier geleidelijk in mee te krijgen? Of moet er toch ook vanuit de betonsector zelf een ander gebeuren om die uitvraag te kunnen doen? Wat denk ik heel belangrijk is, wat opdrachtgevers moeten doen, is commerciële partijen een investeringsklimaat bieden. En dat betekent dat er een kans moet zijn om vernieuwing terug te verdienen, want je moet erin investeren. Dat moeten dan commerciële bedrijven doen. Als dat ons niet lukt, dan gaat het ook niet bewegen. En ik denk dat als ons dat wel lukt, en dat is de poging die we met elkaar doen, dat het dan misschien ook zelfs wel snel kan gaan. Ja, ja. Een vraag die ik ook heel vaak hoor is, als je kijkt naar de wijze waarop die verschillende publieke opdrachtgevers worstelen met wat moet ik dan uitvragen? Zeggen ze heel vaak tegen mij, ja, als het nou allemaal wat gestandaardiseerd is, zodat ik het gewoon hapklaar aangereikt krijg, dan wil ik het wel meenemen, maar anders vind ik het best ingewikkeld. Ja. Hoe lossen jullie dit vraagstuk op? Het is in ieder geval een mooie vraag. En in eerste instantie hadden we hem zelf ook nog geen eens helemaal goed begrepen. Want wij waren zelf al bezig om de uitvraag die we doen te standaardiseren, want dan wordt het eenduidig. Maar we begrepen in ons overleg met de woensdaggroep van de bouwers, dat hun betekenis van eenduidigheid was nog van, nou, de ene opdrachtgever die vraagt wel duurzaam uit en de ander nog geen eens. Dus het ging meer over eenduidigheid in de zin, doen jullie het allemaal? Dat is eigenlijk stap 1. En als we het dan allemaal doen, doen we het dan in dezelfde geval op dezelfde manier. En daar is wel een heel mooi voorbeeld van, dat wij als Den Haag nog niet zo heel ver waren met het toepassen van MKI in onze aanbestedingen. Dat deden we niet en we wisten dat ook niet zo goed. En Utrecht was daar al veel verder mee. En dan is het eigenlijk een kwestie van een paar middagen dat ze aan ons uitleggen hoe zij dat doen. Wij introduceren dat in onze aanbestedingsdocumenten. En daar hebben we ook nergens gevraagd aan een directeur of een bestuurder van mag dat, moet dat? Nee, we denken dat dat logisch is. Als je het betonakkoord hebt getekend, dan ga je dat doen. En in één klap zit de systematiek van Utrecht in onze praktijk. En dan zijn we binnen no time op het niveau waar Utrecht al was. Ja, ja. Maar als jullie over een jaar jullie voorbereiding hebben gedaan, kunnen dan alle publieke en private opdrachtgevers een soort standaard model, gefaseerd in de tijd, verwachten die jullie opleveren en die gewoon handzaam te gebruiken is? Wat we proberen te doen is voor verschillende aanbestedingsvormen en voor verschillende doelen methodieken te krijgen die ook nu in de uitvoeringsteams van de betonakkoord worden gemaakt. En het bouwwaardemodel, wat fantastisch is, dat is er. Dus daar moeten we mee aan de slag. Maar de stap die we ook willen zetten, en daar zijn we bijvoorbeeld met CROW over in gesprek, om passend bij de methodieken die CROW hanteert, de ROW is er zo één, maar en STABU is een ander, om het vanuit, laten we zeggen, de kopgroep in de Nederlandse leidraden te krijgen. Ja, want dan wordt het beschikbaar voor iedereen. Precies, dan hebben we echt een heel groot volume beet. Ja, dat is waar jullie op uit zijn. Dat is wel de bedoeling. Ja, want zeker. Dan wordt het ook voor degenen die nu niet aangehaakt zijn, maar het peloton zijn, die wel willen volgen, handzaam. Dat is uiteindelijk het doel wat jullie voor ogen hebben. Ja, ja. En je zei al iets over die kopgroep, hè, en dat jullie wel proberen om die te vergroten. Maar wat is de manier om iedereen te betrekken? Want dat hoor ik ook vaak. Van ja, een kopgroep is mooi, maar eigenlijk zou iedereen het moeten doen, want dan is er een level playing field. Dat blijkt in de praktijk nog ineens zo heel erg makkelijk. Maar dat is toch ook wel tijd besteden aan deze activiteit. Hè? Dus, en ik weet dat jij dat zelf heel actief doet. We hebben, zeg maar, leiden aan boord gekregen. Het past over het algemeen heel goed
bij afspraken die er bij gemeentes bijvoorbeeld in allerlei colleges zijn gemaakt. Het past bij heel veel inkoopdoelstellingen die organisaties hebben. En ik denk dat de manier om het breder te krijgen is toch ook om te laten zien hoe het hoe werkt. Ja, want dat is het belangrijkste. Ja, dat mensen het gevoel hebben, dat is niet een enorme hoeveelheid extra werk. Want daar kijken de mensen toch altijd wel een beetje tegenop. Ja. Ik ben inderdaad zelf ook actief om te zorgen dat alle publieke opdrachtgevers en ook de private zich hierbij aansluiten. En misschien nog wel een belangrijke aanvulling, als ik die zo mag doen, is dat bijvoorbeeld door ProRail is onderzocht of het nou echt duurder wordt. En even los van het feit dat je een andere waarde koopt, maar is het gewoon in euro's duurder? Dat blijkt enorm mee te vallen. Dat delen we in de vrijdaggroep. En bij de provincie Noord-Holland was dat juist een belangrijke vraag, ook van bestuurders. Ja. Ja, en die hebben dan een antwoord op een vraag waar ze zelf geen onderzoek naar hoeven te doen, want dat is al door iemand anders gedaan. Precies. En dan kunnen ze weer verder. Ja, dat is zo fijn van jullie groep, want er komen ook allemaal vragen binnen bij jullie en die beantwoorden jullie dan. Dus worden de mensen die in het peloton best wel willen aanhaken al betrokken in de uitvoering van alle standaarden en de voorbereiding daarvan. Doordat alle vragen mede ook onderdeel zijn van jullie voorbereiding. Dus in die zin hartstikke goed. Het is ook heel fijn dat alle provincies zich al hebben aangesloten. We hebben hier op het scherm nu alleen de provincie Noord-Brabant staan. Het is een van de aanjagers geweest. Ja, terwijl Noord-Holland in de vrijdaggroep zit. Precies, en die zit er ook al in. Maar iedereen heeft nu toegezegd mee te doen. De gemeentes, ik kan het al niet meer bijhouden hoeveel dat er zijn, maar dat loopt heel snel op. Dus dat gaat ook heel goed. We zijn met de waterschappen bezig, met de AEDES, de woningcorporaties. Dus dat gaat heel goed en ook met de bouwbedrijven. Dus ik heb de indruk, maar deel jij dat wij wel in staat zouden kunnen zijn om die publieke opdrachtgevers voor 1 januari 2022 allemaal mee te laten doen. Ze hoeven niet allemaal te tekenen, maar dat ze het gewoon gaan doen. Nou, dat denk ik wel. Terwijl we natuurlijk ook nog wel een paar duidelijke uitdagingen hebben. Waarbij ik wel verwacht dat we voor die tijd wel ongeveer weten hoe we dat zouden moeten gaan doen. Maar of we het al kunnen, dat is nog de vraag. En dat zit in ieder geval in de innovaties die we nodig hebben om de doelen echt te halen. En ik denk dat het bouwwaardemodel daar een hele grote bijdrage in kan leveren, maar misschien dat daarna ook nog wel echt vernieuwing nodig is. Wat we nog niet zo heel goed kunnen, maar daar hoop ik wel dat we er ook stappen in gaan zetten, is dat wij in onze praktijk moeten gaan monitoren en rapporteren over dingen die we niet zo gewend zijn. Ja. We zijn heel goed, vind ik, in het rapporteren van geld en tijd en risico's tegenwoordig ook steeds meer. Maar als ik in Den Haag onze CO2-footprint van onze bouwproductie zou moeten rapporteren, dan heb ik toch echt een probleem. En circulariteit ook. Hoe rapporteer ik dat? Natuurwaarde, hoe rapporteren we dat? Ja, dus daar zijn jullie ook al mee bezig. Daar zitten nog wel vragen. Ja. Maar goed, jullie zijn heel ver al. Je zei het bouwwaardemodel. Als je het goed vindt, ga ik even naar de buurman kijken. Naar Ties van der Wal. Ook om reden van de tijd. De conclusie wel voor degenen die kijken is dat er ongelooflijk veel gebeurt bij de publieke en private opdrachtgevers om zich voor te bereiden. En dat die groep steeds groter wordt. Dus de stelling, de sector kan verwachten dat de opdrachtgevers in beweging komen. Nou, dat is zeker wel aan de hand. Ties, jij, mag niet zeggen dat jij de hele betonsector vertegenwoordigt. Je bent werkzaam bij VBI. En ook heel erg betrokken bij circulair ontwerpen en ook bij die uitvoeringsgroep daar ook vertegenwoordiger van. En ik sprak al over het bouwwaardemodel. En ik begreep dat jullie het filmpje wat jullie uitvoeringsteam heeft gemaakt ook mee hebt genomen. En laten we daar eerst even naar kijken voordat ik jouw vragen ga stellen. Circulair bouwen aan de toekomst. Circulair ontwerpen en bouwen is niet zo complex. We moeten gewoon goed nadenken. Maar hoe doen we dat? We moeten weten wat we bouwen en overzicht hebben. Daarbij moeten we nadenken over herbruikbaarheid, langere levensduur en hoogwaardige recycling. Maar waar beginnen we? Velen zijn al begonnen. Door bijvoorbeeld in modulaire bouwelementen te denken en adaptief en flexibel te ontwerpen.
En er zijn goede voorbeelden uit het verleden. Door de juiste grondstoffenkeuze, het ontwerp te optimaliseren en door materiaal te gebruiken waar het nodig is. En door de elementkeuze en losmaakbare verbindingen te optimaliseren. Maar de hele sector circulair maken kun je natuurlijk niet alleen. We moeten de hele keten overzien en in beweging brengen. Neem zelf verantwoordelijkheid en sta open voor samenwerking. Innovaties kunnen helpen, maar ook open source biedt kansen. Daarnaast kan heroriëntatie ons helpen verbeteren. Wie nu de juiste stappen zet, brengt kwaliteit in de uitvoering en creëert toekomstwaarde. Om dit inzichtelijk te maken gebruiken we een model. Wij gebruiken het bouwwaardemodel. Het kan u helpen de keten en het proces te overzien. Het helpt u bepalen waar u waarde kunt toevoegen en behouden. En stimuleert u met andere stakeholders in de keten samen te werken. Het bouwwaardemodel is geen rekengereedschap, maar een middel om systematisch de juiste beslissingen te kunnen nemen. Ik leg het u in vogelvlucht uit. Het gebruik staat centraal. Door te denken in bouwlagen van Stuart Brand wordt goed gebruik mogelijk gemaakt. Brand onderscheidt in zijn circulaire ontwerpstrategie verschillende bouwlagen die onderling van levensduur verschillen. Door te bouwen met adaptieve, losmaakbare elementen en functieloos, oftewel adaptief denken bij BNU en infraprojecten, wordt er ontworpen met het oog op de toekomst. U kunt drie fasen in het model verticaal onderscheiden. Gebruik, waar preventie plaatsvindt. Ontwikkeling, waar waarde gecreëerd wordt. En hergebruik, dat aan waardebehoud gerelateerd wordt. Maar ook vijf niveaus horizontaal. Gebruik en beheer, systeem en functie, objecten, onderdelen en elementen en tenslotte materialen en grondstoffen. Waar bevindt u zich in het bouwwaardemodel? Bent u leverancier van grondstoffen, materialen of elementen? Technisch, functioneel ontwerper of adviseur? Bouwer of remonteerder? De gebruiker of opdrachtgever? Asset manager of beheerder? Demonteerder? Sloper of recycler? Waar bevindt u zich en waar zitten relaties? Concluderend kunnen we stellen dat, om circulair te bouwen, wij de hele keten moeten overzien en in beweging brengen. Circulair ontwerpen en bouwen is dus niet zo complex. We moeten gewoon goed nadenken en handelen. De belangrijkste thema's zijn modulair, adaptief, losmaakbaar, prestatiegericht ontwerpen en terugname in de keten. Neem hierin zelf verantwoordelijkheid en bedenk goed wat u zelf al onderneemt en hoe u uw initiatieven kunt uitbreiden. Zo maken we samen de betonsector duurzamer. Ja, mooi filmpje is het toch. Elke keer als ik het weer zie, Ties, dan denk ik, het wordt zo goed uitgelegd. Het lijkt heel simpel, hè, als je dit zo ziet. Maar de praktijk is er natuurlijk hartstikke weerbarstig, hè, hoe je dit voor elkaar moet krijgen. Hoe moeten mensen zich voorstellen dat we dit ook in de praktijk gaan doen? Of gebeurt het al? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dankjewel, Jacqueline. Het is vooral als denkmodel ontstaan dat we eigenlijk doorontwikkeld hebben binnen ons uitvoeringsteam. En hoe krijgen we dat een rol? En eigenlijk is de basis van denken dat we samen alles beheersen. En ieder is op zijn eigen plek. En als je dan kijkt in de piramide die eigenlijk het is, dat je van beneden omhoog gaat vanuit de natuur naar grondstoffen, naar producten, halffabrikaten, naar gebouwen en uiteindelijk in het gebruik uitkomt, dat aan de voorkant het ontwerp plaatsvindt, wat heel sterk bepalend is voor uiteindelijk het gebruik. En dan is het uitgangspunt is dat je zoveel mogelijk waarde creëert. En dan hebben we het over gebruikswaarde, economische waarde, lage milieuwaarde of lage milieulast en lange levensduur. En aan onze kant kun je dan zien dat we als ontwerpers en producenten daar heel goed in te passen zijn, mits ook iedereen zijn plekje in de keten pakt. Ja, ja, ja. Dat klinkt ook nog simpel. Hè? Ik vind het ook heel interessant dat jullie oorspronkelijk alleen een denkmodel hadden en nu ook
veel meer samenwerken met de andere uitvoeringsteams. Ja. Want wat is gebleken? Dat als wij als uitvoeringsteam CO2-reductie kijken naar mogelijkheden, alleen maar als het gaat om materialen, wat natuurlijk de betonsector gewend is te doen, dan halen we lang niet die ambitieuze doelstellingen van 50% bijvoorbeeld. Maar als we, dat hebben we ook berekend, als we alles meenemen, dan komen we in een volgend webinar nog uitgebreid op terug, ja, omdat dat ook mensen misschien interesseert om dat nog preciezer te weten. Maar als we dus alles meenemen, dan komen we nog zelfs boven de 50% uit. Dus het is ontzettend belangrijk dat we dit bouwwaardemodel echt gaan meenemen, geïntegreerd in alles wat we als betonakkoord in uitvoering doen. Maar kunnen jullie ook vertellen als uitvoeringsteam wat nou dat betekent in de praktijk? Hè? Niet alleen maar technisch, hè, want nu leg je technisch uit, maar zo werken we nu nog niet in de bouw. Wat betekent dit organisatorisch? Is dit een revolutie of een evolutie? Of hoe is jouw inschatting van de haalbaarheid van dit soort initiatieven die ook een cultuurverandering vergen? Absoluut. Dit is zo oud als de weg naar Kralingen, zeggen ze. Alleen wel in het huidige tijdsgewricht gezet. Als je nagaat dat beton een maatschappelijk materiaal is, wij staan voor enorme uitdagingen, volkshuisvestelijk en nog een keer de prijsdoelen, dan is dat een dubbele uitdaging. Om het concreet te maken, daarom heb ik van mijn eigen bedrijf maar een voorbeeld gepakt. En dan, ik moet even langs je kijken, Jacqueline, want dan zie ik de sheet niet. Dan zie je een product waar ze op zo'n laag mogelijke MKI zit. Dat kan de opdrachtgever uitvragen. Hoe zorg ik dat ik zo weinig mogelijk grondstofverbruik heb, zo weinig mogelijk primair grondstofverbruik, en terwijl het toch aan de prestatie-eisen voldoet, dat het levert wat het belooft. En dan voor ons houdt het in dat wij een whole product maken. Dus geen betonblokken, maar eigenlijk betonbotten, zoals een mens opgebouwd is, botten. Dan ben je relatief licht, weinig materiaalgebruik, lage milieulast. En dan in de volgende stap, dan kom je ook weer bij de opdrachtgever uit, vraag me dat het weer uiterlijker kan. Dus behoud van grondstoffen op productniveau. En dat het weer uiterlijker kan, ja, dat kunnen we. Lego kan ook. Waarom zouden wij dat niet kunnen? Kleine kinderen het kunnen volwassenen het toch ook? Ja, nu leg je technisch uit, hè? Ja. Die cultuur, daar krijg ik veel vragen over. Van, zo werken wij nu nog niet. Ook een aantal van de opties vergen echt wel dat er op een andere manier in die keten moet worden samengewerkt. Kun je daar eens een voorbeeld van geven waar dat evident is dat dat anders zou kunnen als we dit bouwwaardemodel toepassen? Nou, om maar één voorbeeld te nemen, waar wij achter zijn gekomen, als de opdrachtgever zou uitvragen, doe er ook een D- en remontage-instructie bij in de uitvraag. Nou, dan hebben we de cultuurverandering te pakken. Ah, zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel is het. Ik kijk even naar Jack. Zie jij dat ook zo? Nou, ik zit natuurlijk mee te denken in dit gesprek. En ik realiseer me dat we, als ik bijvoorbeeld naar onze Haagse praktijk kijk, dat we dan veel over de beheerfase nadenken bij wat we ontwerpen, zeker in de openbare ruimte. Maar dat doen we met name eigenlijk functioneel vanuit het gebruik. En we doen het functioneel vanuit dat beheer. Niet vanuit ontwerp dus? Nee, jawel. Wat we niet doen, is dat we voor de levensduurfase denken we wel na over hoe het beheerd moet worden. En we denken uiteraard na over hoe het gebruikt moet worden. Maar we denken eigenlijk niet na welke waarde het achterlaat als die levensduur voorbij is. Ah, en dat zit eigenlijk niet, voor zover ik het kan overzien, zit niet in onze programma's van eisen. Nee, en jullie gaan dat wel meenemen nu, hè? Want jullie hebben contact met elkaar hierover. Zeker. Dus die prestatie-eisen die jij echt redelijk simpel verwoordt, die kunnen jullie uitvragen. En daar kan ook de markt aan voldoen. Dat is geen probleem. Het is ook een kwestie met z'n allen leren samenwerken. Hierin, ja. Het kan. Het kan, het kan. Nee, als ik het concreet probeer te maken, wat wij natuurlijk wel doen, is dat we aan hergebruik van materialen doen. Maar dan zit je dus heel laag nog in die piramide. En soms denken we daar geen eens over na aan de voorkant als we iets ontwerpen. En dat maken we en dat ligt er dan 30 jaar of zo. Maar dat je aan de voorkant nadenkt hoe het nog veel waardevoller her te gebruiken is als die openbare ruimte 30 jaar zijn functie heeft gehad. En op sommige plekken in de stad is de gebruiksduur misschien nog wel korter, want dat gebruik varieert best, dat verandert best snel. Ik zou bijna denken dat het verschil is tussen je wel realiseren dat je het moet doen en we doen het nu niet.
En dan komen er volgens mij vanzelf oplossingen. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. We hebben heel veel problemen. We hebben ook heel veel oplossingen. Dus daar zit het probleem ook niet. Maar het zit er wel in. Hoe doen we dat dan? En dit biedt een enorm goed aanknopingspunt om op dat hoe een antwoord te geven. Ja, ja, mooi, mooi. Want als we even terugkomen op die prestatie-eisen die jullie gaan stellen. Want zo gaan jullie proberen om het te standaardiseren. Hè. Wat voor soort eisen kan je dan als prestatie uitvragen in de tijd om het betonakkoord ook echt te volgen? Hè? Dat past dan helemaal precies in de voorbereiding. Waarbij wij dat nu nog erg op materiaalniveau doen, vind ik. En Rijkswaterstaat en ProRail zijn al verder, die doen het al op projectniveau. Die vragen eigenlijk een project MKI uit. Waar dan ook meer ruimte in zit voor opdrachtnemers om dat in te vullen. En nogmaals, als dat over nieuwe oplossingen gaat, moeten die opdrachtnemers een perspectief hebben dat ze dat soort investeringen kunnen terugverdienen. En die stap moeten wij nog zetten. Maar goed, in de samenwerking met het uitvoeringsteam circulair ontwerpen gaat dat ook gebeuren. Ja. Ties, jij bent al veel langer met dit onderwerp bezig. Ook om te kijken hoe je dit operationeel kan maken in de praktijk. Je hebt ook al praktijkervaring waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent. We hebben ook een heel kort videofilmpje daarvan. Ik vind het zelf wel heel illustratief om dat even aan de kijkers te laten zien. Want dan geeft dat ook nog meer beeld van wat we nu in woorden zeggen. Want jij doet het ook in daden. Ja, het is al van een paar jaar geleden, maar het is heel actueel. Laten we even kijken naar het filmpje. Voor circulariteit hebben wij twee zaken gedaan. Inderdaad, één, de toeslagstoffen. Die hebben wij echt op een heel hoog niveau toegepast in percentage. En wat het hele unieke is van dit bouwproject, is dat de elementen waar die toeslagstoffen in zitten ook weer hergebruikt kunnen worden. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat je hier recycling naar een hoger niveau tilt, namelijk hergebruikte stoffen in een herbruikbaar product stoppen. De kanaalplaatconstructie zoals we die achter ons zien staan, of dat die in elkaar wordt gezet nu, die kan later gewoon net zo uit elkaar. En dat zeggen is makkelijker dan doen. Maar toen we erachter kwamen hoe je het kon doen, was het eigenlijk heel eenvoudig. Mooi hè? Het ziet er inderdaad heel simpel uit. Wat ik ook interessant vind, dat kwam niet zozeer in dit filmpje naar voren, maar ook in andere voorbeelden waar je aan werkt, dat er ook een bepaald soort vernieuwing in zit die ook heel aantrekkelijk is voor de mensen die nu in opleiding zijn. Hè? Kun je daar nog iets over zeggen? Want is dit ook echt vernieuwend in de zin van, wauw, dit inspireert ook de jongere generatie om verder te ontwikkelen in de betonsector? Ja, dat hebben we niet in het filmpje kunnen laten zien. Dat is iets te lang. Maar wat waanzinnig gaaf was, dat wat je net zag eigenlijk ontwikkeld is door twee studenten die bij ons stage liepen. Samen met de opdrachtgever. En daar was een enorme klik. Ik zei, nou, als het zo makkelijk gaat, dan moeten volwassenen het ook kunnen doen. Dus het is eigenlijk uit de jongere generatie voortgekomen. Exact. Dat is helemaal mooi. Ja. Maar dit kan dus heel erg mooi in opleidingen worden meegenomen. Ja, hè? Dat zou super zijn. Ja. Ja, en ook 3D-printing en allerlei nieuwe technieken die nu aan bod zijn. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, met mijn praktijkervaring zou ik deze hartekreet nog wel willen slaken? Ja, wat ik denk, want daar heb ik over na mogen denken, die vraag was er. En ik heb er eigenlijk één over gehouden. En dat is de MKI op die uitvraag, daar hebben we het over gehad. Dat we de experimenteerruimte voor de MKI, dus de binders. Nee, ik zal me anders zeggen. Wat je net zag als product, was maar 4% van het volume was de binder. En een deel daarvan zit het CO2-discussie in. Het zit maar op 4% van wat je levert. En daar zijn hele mooie technische, bijvoorbeeld Ternosem, mogelijkheden voor. En daarmee zet je eigenlijk de beton gewoon in een nieuwe volgende generatie. Die past in de maatschappij van 2050. Ja. Dat is mijn hartekreet. Mooi, ja, en we gaan ook echt door met die innovaties, want wij zien echt ook wel, dat is zowel voor het halen van de doelen belangrijk, maar ook voor het vernieuwen van de sector en ook voor de aantrekkelijkheid van de sector, want daarmee laat je ook zien dat die sector nog volop aan het vernieuwen is. Ja, absoluut. Ja, mooi. Ja. Vinden jullie het goed als we nu naar de vragen ook gaan die de mensen hebben gesteld? Ik kijk even naar de vragen die ik hier voor me heb.
Zowel aan Jack als aan Ties wordt de vraag gesteld: innovaties en experimenten zijn hard nodig, maar durven het ook? Durven we het ook aan mislukkingen toe te geven? Dus mag het ook mislukken, zo'n experiment? Graag. Want door mislukken leer je veel meer dan wanneer het in één keer goed gaat. Dat zou eigenlijk in de uitvraag van de overheid zitten. Ja. Zou mijn voorstel zijn. Nou, kijk ik even naar Jack. Want ik heb ook wel veel contact met inkopers. En die krijgen altijd mee, pas op, niet te veel risico's nemen. Geen experimenten, die kunnen mislukken. Want dan moeten wij in de raad weer gaan verdedigen dat dit niet goed is gegaan. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Daar kan ik zeker iets over zeggen. En ik denk dat opdrachtgevers actiever worden op het gebied van innovatie. En dat we ook actiever worden op het... Dat we ons realiseren hoe we met risico's om moeten gaan. En dat betekent dat we dat ook beter moeten kiezen. Dus als er projecten zijn waar wij zeg maar niet de bereidheid hebben om nog eens risico's toe te voegen vanuit een innovatieperspectief, ja, dan doen we dat niet. En als er projecten zijn waar dat wel kan, dan moeten we dat natuurlijk doen. Maar dan moeten we daar ook open over zijn. En dat kan je uitstekend aan een bestuurder of aan een raad uitleggen. Prima. Ik denk dus dat de raad ook uitstekend de vraag zou kunnen stellen. We horen nooit iets over innovatie. Klopt dat eigenlijk wel? Ja. En iedereen snapt dat als je iets nieuws probeert, dat dat fout kan gaan. Maar niemand begrijpt dat je het daar niet over hebt gehad. En dan moet je dus gewoon wel doen. Nou, dat is een heel goed advies. En dan gaan wij natuurlijk niet over onze hele portefeuille innoveren. En we gaan heel goed kijken of het risico's zijn die we aan onze kant moeten houden. Omdat we daar gewoon onze opdrachtnemers niet mee kunnen belasten. Omdat dat simpelweg niet redelijk is. En we kunnen kijken waar we ruimte kunnen bieden, waar we verwachten dat opdrachtnemers het initiatief nemen. En wij de ruimte bieden om dat dan te doen. Ja, ja, ja. Nou, dat is heel mooi, want dat lost een dilemma voor veel inkopers op. En jij vertelde al dat met innovaties jullie ook proberen om zo goed mogelijk af te stemmen wie doet wat. Ja. Zodat efficiënt verschillende innovaties worden beproefd. Zeker, dat moeten we doen. Maar het is ook misschien wat makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vertelde dit zo dat je dit op deze manier kunt benaderen, maar dan... Hoe dat in de praktijk uitpakt, is dat, en dat geldt denk ik voor veel organisaties, ook privaat denk ik, is dat plannen staan heel vaak wel onder druk van tijd en een budget en graag ook succesvol opleveren. Dus om ook echt ruimte te maken om bewust een innovatie te introduceren, dat wil nog niet per se zeggen dat dat eenvoudig is. Nee, en het betekent ook dat dingen veranderen. En daar moet je zeg maar mensen in meenemen. Omdat iedereen zit in een soort setting waar je vanuit routine heel efficiënt je werk doet. En dat wordt je ook gevraagd. En op het moment dat je tegen een deel van de organisatie gaat, nou, gaan het anders doen. Dan weet iedereen dat hij zijn routine kwijt is. Ja. En dan gaat iets wat eerst een half uur duurde, gaat 10 uur duren. En dat, ja, dat hoort er wel bij. Dus je kan ook niet heel veel. En daarom is het weer zo belangrijk om dat met die opdrachtgever samen te doen. Want dan kan iedereen iets doen. En samen doe je dan een heleboel. Een hele mooie quote van een collega, zeg ik, van Amsterdam. En die herhaal ik vaak. En ik wil dat even nadenken, anders zeg ik hem verkeerd. Maar het komt erop neer dat je niet alles samen moet doen, maar samen alles. Ja, dat is dit principe. En daar heb je vertrouwen voor nodig. Hè. Dus Amsterdam gaat iets uitzoeken wat voor ons heel belangrijk is. En ik bemoei me er niet mee. En opeens komen ze met een antwoord. En dat andersom kan dat ook. Prachtig. Ik krijg hier op het scherm een vraag die van een andere orde is. Want we hebben het nu allemaal over mooie initiatieven, hè, met beton. Alleen de publieke opinie, die kijkt daar wat anders tegenaan. Wordt hier gevraagd. Toch aangeven wat er allemaal in die betonsector positief gebeurt. En daardoor ook het imago van beton bijstellen. Ties. Ja, dat is de vraag herken ik heel erg. En het begint allereerst dat we onszelf de moeite waard vinden. Sterker nog, relevant vinden voor de maatschappij. En als je die stelling allereerst aandurft, dan geeft dat ook een verantwoordelijkheid. En dan zal het betonakkoord ook in beweging moeten komen en laten zien waar we voor staan. Dat is de defensieve kant. De offensieve is, wij zijn met betonakkoord de eerste ter wereld in Nederland die dit hebben gedaan. En de CO2-footprint met beton is de laagste ter wereld in Nederland. We hebben een voortrekkersrol. Dus vanuit dat zelfbewustzijn en Nederland eigenlijk gebouwd is op beton. Uit dat verhaal weg zou je een stuk perspectief ook moeten kunnen schetsen met z'n allen. En nogmaals, als er morgen iets beter is dan beton, stap ik morgen over.
Maar tot nu toe is beton voor mij in Nederland het meest van toepassing zijnde materiaal. Ja. Het geeft enorm veel mogelijkheden. Dus tegen een imago kun je niet vechten. Je kunt het wel de verandering willen zijn die nodig acht. Ja. Ik deel dat met je, ook als voorzitter van de uitvoering van het betonakkoord. Je kunt natuurlijk in het defensief gaan en zeggen, we doen dit en we doen dat. Nee, laat zien wat je doet. Exact. En ook dat die vernieuwing gaande is. Ja. En dat er een heleboel gebeurt, ook als koploper eigenlijk, in de wereld op het gebied van beton. Dat heeft een uitstraling van, ja, wij zijn ons natuurlijk bewust van de milieu-footprint, maar daar werken wij keihard aan. En als ik nu kijk als voorzitter waar we staan om de doelen te halen, dan ben ik redelijk optimistisch dat als wij met elkaar de krachten bundelen en ook echt samenwerken zoals Jack zegt, dat we een heel eind in de richting, en volgens mij helemaal in de richting, komen van de doelen die we in 2030 hebben. Graaf. Dus ik ben daar op zich heel positief over. Ik heb hier een andere vraag. Die is gericht aan jou, Jack. Weten de publieke opdrachtgevers inhoudelijk voldoende wat de, en dan tussen haakjes internationale haakjes sluiten, best practice is om zelf de juiste keuzes te maken? Nou, die vraag ga ik in twee stappen beantwoorden, want het eerste deel is nog nationaal. Daar helpt ook dat vrijdagoverleg weer enorm om de complete kennis en ervaring van al die opdrachtgevers te delen. En Den Haag is niet klein, maar ook niet groot. Rijkswaterstaat heeft veel meer kennis op dit gebied. Dat kunnen we met elkaar delen en dan weten we misschien nog niet alles, maar dat is wel de beste poging om dat goed in beeld te hebben. En we hebben ook, denk ik, publiek maximaal de kennis die we aan publieke zijde in Nederland hebben op dit vlak. Met Rotterdam en Amsterdam en noem iedereen maar op. Rijksvastgoedbedrijven niet te vergeten. Dus dat helpt enorm. En dat is, vind ik, echt een hele grote toegevoegde waarde van die samenwerking, waarbij je gewoon merkt dat iedereen als collega's belt en mailt en je merkt nauwelijks meer dat het andere organisaties zijn. Of wij dat internationaal ook kunnen waarmaken, daar twijfel ik aan. Weet je wat er gebeurt elders in de wereld? Zijn er zulke soort vrijdagoverleggen in andere delen van de wereld? Dat weet ik niet. Het zou wel interessant zijn eigenlijk. En ik weet een voorbeeld waar ik zelf nogal actief mee ben, waarvan ik in ieder geval weet dat dat elders in de wereld nog niet gebeurt. En dat is, zeg maar, het idee om actiever aan schelpenkweek te doen voor de voedselvoorziening, waar we met Wageningen Universiteit over praten. En waarbij we dan de schelpen gaan gebruiken om cement van te maken. Terwijl die schelpdieren in het maken van die schelp weer CO2 vastleggen. Dus dan krijg je dat een soort van circulair. We weten, en de cementindustrie is natuurlijk internationaal, dat daar veel wordt gewerkt met carbon capture en ook nog carbon capture and use van CO2. Maar dat speelveld, daar kunnen we misschien nog wel een stap zetten met elkaar om dat beter in beeld te krijgen. Dus dit is ook een hele goede vraag. Ja, en misschien vragensteller ook wel ideeën over het antwoord. Dat zou mooi zijn. Nou ja, dat is ook leuk. En ik voel mezelf ook aangesproken. Want af en toe moet ik internationale lezingen geven, ook over het betonakkoord. En deze vraag hou ik vast, want het is natuurlijk leuk om in andere landen ook te weten of er zulke soort ontwikkelingen gaande zijn. Dan hou je een actie over aan dit webinar zelf. Ja, zeker, zeker. Nou, dat hou ik trouwens aan allerlei besprekingen. Dan denk ik, oh, moet ik aan denken. Ik heb een andere vraag, die gaat weer naar Ties. En dat is, leg je dit bouwwaardemodel wat je net hebt uitgelegd nu ook op tafel bij elk ontwerp, bouwteam? En hoe zijn de reacties? Oh, misschien kunnen we de sheet nog heel even laten zien. De sheet nog even laten zien? Ja, daar is die. Ja, en dat is een hele gave vraag. En wat is het namelijk? Door dit te laten zien, dwing je met elkaar erover na te denken. Dus het gaat nu niet eens zozeer over hoe ver kom je dan erin. Het is meer een spiegel waar je voor staat. En het automatische gedrag voor je spiegel zit, hoe is mijn haar? En dat is hier net zo. Hé, waar zit ik eigenlijk? En wat kan ik doen? Dus het is veel meer het aanjagen van de discussie, merken wij. En dan kan ik nog even aanvullen over dat losmaakbaar. Losmaakbaar is niet heilig. Het is een manier om ergens te komen. En wat we hebben gemerkt door dit aan de orde te stellen in Nederland, het gaat heel snel, dat iedereen gedwongen wordt van waar ben ik eigenlijk mee bezig. Maar mag ik vragen, wie zijn nou eigenlijk degene die stappen vooraan in de keten, die jij allemaal hebt toegelicht, ook daadwerkelijk dan nu zouden kunnen en
moeten uitvoeren. Zijn dat constructeurs of wie zijn dat? Architecten? En met wie praat je daar dan over, ja, omdat het gebeurt? Want... Nou, dan wil ik hem wel even heel specifiek maken, want we hebben ze niet genoemd. Over losmaakbaar zijn de constructeurs. Als we het over de functie aanpasbaarheid en functievrijheid indelings, dan praten we ook met architecten erover. Dus iedereen heeft zijn eigen plekje erin. En met de industrie, la MKI, dat is toch echt onze eigen verantwoordelijkheid. Oké. Ja? En jullie gaan nog door, hè, met het bouwwaardemodel. En dan komen ook de mensen, de partijen die daar dan iets mee moeten, komen in beeld. Ja. En daar gaan jullie en ook anderen en ikzelf dan ook meer mee in gesprek dan we misschien tot nu toe zijn geweest. Ja, ik kan je een heel mooi voorbeeld geven van deze week. Een woningcorporatie, we hebben heel veel woningen te bouwen. Maar als die woningen gewoon weer uit elkaar kunnen, met demografische ontwikkelingen. Dus jij garandeert 2 keer de levensduur? Jazeker wel. Het product gaat heel lang mee. Maar alleen onze gedachten zijn en onze levens zijn korter. Oh, dan kunnen wij hem ook op 150 jaar afschrijven. Ja. Als jij dat garandeert. Nou, dat is de bouwwaardemodel optima forma. Dat je uiteindelijk ook het in financiële waarde vertaalt. Oké. Ik ga weer even naar mijn scherm. Want ik heb weer een andere interessante vraag. Hoe denken de panelleden over een model waarbij de prijs van producten, CQ-projecten, niet alleen bestaat uit de economische waarde, maar ook en inclusief de MKI? Ja, nou ja, mag dan. Nou, kan dit jou afwisselen. Waar dat dan aan appelleert is integrated reporting. He, dus dat is zeg maar een integrale rapportage over je organisatie of een project wellicht, waarbij je compleet probeert te waarderen wat allemaal een rol speelt. En daar horen ook natuurwaarden bij, daar horen maatschappelijke waardes bij. Er zijn al accountancies die daar mee bezig zijn. In sommige gevallen wordt het ook aan de Sustainable Development Goals gekoppeld van de VN. Dat zit dan bij Den Haag wel in onze inkoopdoelstellingen sinds kort. We hebben een nieuw inkoopbeleid sinds dit voorjaar. Maar dat kunnen we nog niet. Nee, maar die MKI, dat is de vraag. Is dat zo breed, die MKI, dat daar ook de 17 Sustainable Development Goals maar in zitten? Deze vraag die richt zich wel op niet alleen maar in je operatie rapporteren over tijd, geld en dat soort dingen, maar veel breder. Ja. En ik denk dat het past bij een ontwikkeling die we aan het maken zijn. Ja, en als je kijkt, want dat zat ook een beetje in de vraag, we hebben een MKI, die is al breder, hè? En daar komen ook allerlei aspecten in die we met elkaar in de uitvoeringsteams hebben ontwikkeld. Hoe breed is die MKI ten opzichte van People, Planet, Profit, de 17 SDGs? Hoe moet je dat plaatsen? Ja, ik ben daar niet de expert, maar ik weet dat er een x-aantal aspecten in zitten die mee worden gewogen. Het getalletje weet ik niet precies, maar volgens mij zijn het er meer dan 10 op dit moment. En per 1 januari komen er een paar bij. En wat we eigenlijk doen, doordat die MKI ook een waarde in euro's heeft, is dat we het eigenlijk al een beetje doen. Want we vertalen andere aspecten dan kosten voor grondstoffen, weet ik het wat, via die MKI in een getal in euro's wat je moet compenseren bovenop wat je er sec voor betaalt. Dus we zetten de stappen al. Ja, heb jij nog een toevoeging? Of is het... Ja, ik mag veel van dit soort discussie meemaken. En een van de zegeningen die we in Nederland hebben is dat er wetgeving is die relevant is. Dus je ziet heel veel discussies met allerlei grondstoffen en producten. We zeggen, hou je nou gewoon aan de wet. Dit hebben we afgesproken. MKI is een onbetwistbaar verhaal. Ook het perspectief met levensduurverlenging zit al in de wet geborgd. Dus laten we dat gewoon volgen. Dat zijn de spelregels voor deze jaren. Dus het geeft heel veel rust. De wetgeving samen met dit model, dat zou mijn pleidooi zijn naar kijkers. Van, ga je eens mee spelen, want het leven wordt er een stuk mooier van als ontwerper en constructeur. Ja. En dus de wetgeving de MKI bieden al een enorme verbreding dan alleen maar puur kijken naar prijs. Ja, maar absoluut. Die prijs is, net zoals bij maatschappelijk verantwoord ondernemen in het algemeen, natuurlijk een belangrijk aspect. Maar dat is in balans met milieu en sociale aspecten. Ja. Dat is het idee. En daarom is het zo belangrijk dat als wij als opdrachtgevers aanbesteding organiseren, dat we
die MKI een plek geven. Ja. En dat kunnen we doen door bepaalde niveaus voor bepaalde dingen te eisen. Door hem op projectniveau te benoemen, wat ProRail en Rijkswaterstaat al doen. Maar ook om ruimte te bieden in een aanbestedingsproces. Dat als een aanbieder een veel beter product of een oplossing kan bieden met een veel betere MKI-prestatie. Dat we dat honoreren en dat als zelfs die partij duurder is, wel gewoon het project winnen. Ja. En dat moeten wij met verstand doen als wij projecten op de markt brengen die je gewoon heel efficiënt, routine, laagste prijs moet doen. Dan moeten we daar geen MKI's aan gaan zitten koppelen. Maar ik denk dat in heel veel van de gevallen we dat wel moeten doen. Ja. Oké, helder. Ik heb weer een mooie andere vraag. Ik kijk weer naar Ties, want dit gaat over remonteerbaar. Ja. Is het voor remonteerbaar bouwen eigenlijk niet noodzakelijk dat er meer gestandaardiseerd wordt? Als je het hebt over gestandaardiseerd in de zin van voorspelbaar bouwen, ja. Want je moet het van tevoren regelen en niet in het werk oplossen. Dus standaardiseren houdt in dat je iets voorspelbaar maakt. Net zoals je je deur dichtgooit van je auto. Dat moet je niet elke dag opnieuw hoeven te denken. Waar zit het scharnier? Ja, ja, ja. Ja? Dus in die zin gestandaardiseerd. Maar we hebben vele auto's, we hebben vele scharnieren. Maar sommige dingen moeten wel voorspelbaar zijn. Dus standaardisatie in die zin van voorspelbaarheid, dat je van tevoren weet wat het resultaat is, dat is wel een eis. Ja, ja. En er is nu ook discussie over, laten we niet alle gebouwen uniek bouwen, want dan is het net weer wat anders. Dat is allemaal eigenlijk voor het hele proces, zowel het kost het technisch een extra last, maar ook voor milieu. Deel je dat? Is die uniciteit van bouwwerken een belemmering om een betonakkoord voor elkaar te krijgen? Nou, als je uniciteit zo uitlegt, we gaan bouwen zoals in de Sovjet-Unie in de jaren 60, 70, Oost-Duitsland. Dat is absoluut niet standaardisatie uit de geest van waar we het over hebben. Nee, wat moet ik me dan voorstellen bij een vorm van standaardisatie? Standaardisatie is dat je, en dat is ook wat onze uitvoeringsteam heeft voorgesteld volgend jaar, dat wij ontwerpdetails aan de samenleving ook verstrekken. Hoe je gestandardiseerd kunt ontwerpen, remontabel. En daar kan iedereen zijn bijdrage geven. De basis van dit verhaal is dat grondstoffen en producten niet worden afgedankt na een korte levensfase, maar in stand blijven. Dat is de kern van het verhaal. En dat is eigenlijk, zit het altijd op de verbinding van elementen. Hoe voorspelbaar maak je die? Plat gezegd, plak je het aan elkaar of stort je het aan elkaar? Of zit er een schroef in? Ja, 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 ja. Dus die standaardisatie zit op andere terreinen zit dan op de interfacing. Dat elk gebouw hetzelfde eruit moet zien. Absoluut. Oké, dat is helder. Ja. Ja. Ik krijg nou zelf een vraag. Kijk. Heeft de uitspraak van Frans Timmermans met betrekking tot 55% reductie in 2030 nog invloed op het betonakkoord? Wat een leuke vraag. Van Dylan Steunenberg. Nou, de situatie is wij hebben een streven van 50%. Maar in het uitvoeringsteam CO2-reductie merken we dat als we dat bouwwaardemodel meenemen en echt serieus nemen, dat we dan zelfs op hogere percentages dan die 50% uitkomen. En het team heeft nu gezegd, laten we gewoon koersen op een 10% hoger. Want dan kijken we in ieder geval veel meer vooruit. En als we eenmaal bezig zijn met al die stappen, Ties, die jij noemt, dan zitten daar zoveel dingen in dat we dat ook kunnen gaan halen. Dus in die zin kan ik Dylan geruststellen dat weliswaar hebben wij nu dat streven op 50%. Maar in het proces merken we, we kunnen eigenlijk zoveel meer als we de hele keten en alle fasen in het R-ladder-model meenemen. En we dus dan ook een aantal zaken anders uitbesteden, dan kunnen we al zoveel meer dan die, zeker dan die 30%, maar zelfs dan die 50%. Dus ik vind dat zelf wel heel bijzonder. Hoe kijk jij daar tegenaan, wat ik nu samenvat? Ja. Kijk, op het moment dat wij nu al weten hoe de wereld er over 10 jaar uitziet, dat zou van ongelooflijke wijsheid getuigen. Het begint allereerst met een goed plan en ambitie om dat ook tot uitvoer te brengen. En dat proef ik aan alle kanten. Dus het begint met eerst de wil om het ook te halen. En op het moment dat je de wil hebt, dan gaan we het ook halen. Ja, ja. Interessant. Wat is jouw reactie daarop? Nou, ik denk dat wat ik al eerder zei, is dat wij problemen genoeg hebben. Of uitdagingen, zeker maatschappelijk. En ik denk ook dat
als je mensen aan de gang zet om die uitdagingen op te lossen, dan gaan we ook niet te weinig oplossingen hebben. En juist zo'n model en je realiseren hoe dat werkt en hoe je dat kunt toepassen, helpt enorm in dat hoe. En ik denk zeker ook als ik studenten van de universiteiten hoor, die ik wel eens spreek, die zijn enorm gedreven om juist deze opgaves op te lossen en verder te brengen. Ja, en die verzinnen dingen waar je, dat heeft er misschien niet 1, 2, 3 mee te maken, maar laten we zeggen de levende grafkist van vorige week. Wat eigenlijk een bodemverbeteraar blijkt te zijn. Nou, dat is... Dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Dat, ja. Ik zie de tijd tikken. En wij zijn, dames en heren, al aan het einde gekomen van dit seminar. Tot slot wil ik zeggen, we hebben jullie beiden hier gehad om de mensen thuis of op kantoor te informeren. Ik hoop van harte dat dat gelukt is, dat jullie de inspiratie die jullie hebben ook hebben kunnen overdragen. Het is heel duidelijk dat we in beweging zijn. Als betonakkoord, dat de opdrachtgevers zich steeds meer voorbereiden en ook daadwerkelijk de kring verbreed wordt van opdrachtgevers. Dat de betonsector zelf ook in beweging aan het komen is en dat de grootste uitdaging is om het met elkaar te doen. Dank u voor het kijken.